Hey jongens, welkom bij een nieuwe Harry Potter en de halve bloedprinses. Oké, daar gaan we hoor. Hey, losers! Jullie van het loser team van Gryffindor? Loser! Goed, dat is origineel. Heb jij dat zo bedacht, of was daar heb je heel gelijk in. Eens kijken of je nog lacht als jullie try-outs de mist in gaan, stelletje losers. Zo, jij bent er wel heel geworden, hè? Ik ging het gerucht op dat Zwarderich van plan is om onze try-outs te saboteren. Laten try-outs? We naar het kerkbalveld gaan, voor ze wel proberen. De schouwers hebben het terrein weer opengesteld. Laten we via de klokkentoren gaan. Nee. Dat is de snelste weg om er te komen. Kom dan. Oh, ga met Katje mee naar het kerkbalveld. Jongens, wat ben ik dik. Hoe je de try-outs gaat organiseren? Ja. Je moet geen mensen kiezen, alleen omdat ze al eerder in het team zijn. Jawel, dat zijn mijn matties, hè? Dat is een manier om je team te verzieken. Echt niet. Ik ben snel als jou, ik ben snel als jou. Oh, jammer. Oh, wauw. Zo'n schilding. Wacht een Katja. Ik pak even zo'n ding. Katja, je lekker, ben een lekker ding. Hey, kijk eens wat. Wat doe jij nou weer? Oh, ik dacht dat je omhoog ging. Kom op, Katja. Schiet jou eens op, joh. Harry schiet zelf eens op. Ja, het is te gek. Zijn we nu hier? Geweldig. Oké, let's go. Nou. Hebben de schouwers hem nu alweer afgesloten? Yep. Oh jee. Hoe kom je nu bij de try-out van Gryffindor? Oh, heb jij hem gesloten? Ja, later, losers. Yeah. Hoe komen we nu bij deze werkbal? I don't know. Ik denk dat je die handen moet maken. Oh, kijk nou joh, amnesia. Oh. Ik draai me maar rond jongens. Kijk nou. Oh, en zij doet dat al. Oké. Okay. Krijg hem erin. Hoppakee. En hij mooi zit. Mooi, dat zal vast aan de rest leren. Wingardium Leviosa. Yay. Wat? Goed dat je het valhek open hebt gekregen. Als je mijn sluipweg wilt gebruiken, kom je maar langs. Heeft u een sluipweg naar het zwerkbalveld? Niet helemaal. Alleen tot de grote trap. Misschien heb je er later nog iets aan. Nou, dank je. Fijn, bedankt. Als je mijn sluipweg nog een keer wilt gebruiken, zeg je gewoon... Charmante Palagon. Kom op, we gaan naar de zwerkbaltrials. Charmante Palagon. Nee, Charmante Palagon. Oké, nee, we gaan. Go, Katja. Go, Katja. 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 Wauw, jeetje, mijn krant. Ik zeg dat zo vaak. Katja, Katnee, pak jij nou gewoon mijn zwaard? Of ik... Zwaard. Schilding. Zijn we er? Hoe ben je door dat valhek gekomen, Potter? Je bent een beetje dom geweest. Ja, domme. Kijk hoe hard jullie naar je domme try-outs rennen als ik paralytisch gebruik. Nou, dan gebruik ik dat toch. Oh, oh. Miauw. Nee, ik own je dik. Ik maak je helemaal kapot, jongen. Kom, kom. Loser, hij weet echt geen andere woorden. Heel dood, heel dood. Hij is dood. Ja, kwast. Wie noemt zich nou kwast? Ze niemand anders hebben aangevallen. Ga met Katnee naar het zwerkbalveld. Oké. Wow. Katnee, we gaan eerst even onderzoeken. Ja, Katja. Katnee, Katja. Katnee, Katja. En die zag ik liggen. Hoppakee. 7 van de 150. Ik zal stoppen met rennen, want ik vind het wel fijn. Maar nee, gaan we niet doen. Nee, we gaan rustig lopen. Ze kunnen een beetje verkennen. Beetje rondkijken. Beetje rondneuzen. Kat, nee, we gaan naar boven. Waarom gaan we hierheen? Wat gaan we hier nou doen? Er zit er één. Geen zin in. Pak ik een ander keertje wel. Wat is dit? Met een geslaagde de puzzelspreuk kun je nog minibabes pakken. De puzzel heb ik nog ineens geleerd. Pak het dan. Meer gezondheid in een duel. Oh, dus als je die wapens pakt, krijg je dingen. Oh, that's freaking lovely. Nu zijn we buiten. Jeetje, kan je echt overal lopen? Ik vind het nu echt heel awesome, jongens. Ik voel me nu echt Harry Snotter. Harige Potter.
Harry Potter. Hé, hey, hier zit er ook een. Charmante Palagon. Oh. Oh. Nee, ga weg, ga weg. Je hoort hier niet. Oké, we gaan verder, jongens. Sorry. Ik kan me niet inhouden. Waar moeten we heen? Daarheen? Oké. Okay. Hé, hey, er zit zo'n zwaard ding. Zwaard. Wacht, die wil ik wel even pakken. Hoppa. Zo, die is voor mij. Niet voor jou, kat, nee. Klaar om proef te vliegen als wachter, Wemel? Wemel! Zeg, kun jij me niet eens voorstellen aan je vriendin Griffel? Die wil ik best een van dichtbij. Ik wil wel een beschuitje mee eten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Wat bedoel je dan? Harry, we kunnen maar beter beginnen. Zeg Facebook, er staat alles wat je wilt om te leren kennen, ja? Oké, fijn dat jullie er zijn. Ja. Vanochtend laat ik iedereen wat opdrachten doen, zodat ik het zwerkbalteam van Gryffindor kan samenstellen. Maar vergis je niet, dat je vorig jaar bij het team zat, is geen garantie voor een plaats dit jaar. Oh ja? En geldt dat ook voor jou? Ja. Niet zo stom. Hij is de aanvoerder. Dat maakt hem nog geen goede zoeker. Misschien is hij wel gewond na al die gevechten met... Misschien ben je zelf gewond als ik deze buis gebruik. Heeft hij het gewoon niet meer. Kom, laat jij maar eens zien hoe het moet, Harry. Als jij het goede voorbeeld geeft, dan laat ik Stoker zijn bezem opeten. Eten. Mes en vork? Mag. Daar. Servetjes? Ook. Wat gaan we doen? Harry is echt dik. Ik weet niet wat het is, maar hij lijkt echt heel dik. Is hij ook dik? Weet ik niet. Harry, afvallen. Kom op, vliegen. Vliegen, workout. Kom op. Holy moly, we gaan weer vliegen. Njeeuw. We krijgen meer tijd als je door de sterren vliegt. Oké. Okay. Yay. Yay. Ja, harig. Laat het eens zien. Dit is zo makkelijk, jongens. Pak dat lekkere gouden balletje, jongen. Pak hem. Maak je mooie handschoentje van Gryffindor. Pak hem nou. Yay! Ik heb de snaai, jongens. Ik heb de snaai. Secure vlieger. Wat is dat? Combo vlieger. Combo, dacht ik eerst dat het stond. Zijn we klaar nu? Oh jee, daar krijgen we het hoor. Okay, een filmpje. Dus voor ieder drie. Het komt aan op dit laatste schot. Ja, doe het eens goed, jongen. Charmante Barnagon. Met die misser blijft Stoker op 3 steken. Oké, Ron, jij bent. Zorg dat je hem hebt. Kom op, girl. Pak hem. Oh, mijn redder. Mijn prins. Ik ben de prinses. Jantje, mijn kindje. Ze zei niet echt haar best bij dat laatste schot. Hey joh. Dat was te gek, Ron. Je was gemeend, Ron. Dat kan enthousiaster, ja? De tijd is tegen zwadderig. Bereid je voor. Hey. Is de eerste training. In zo'n brullen. Maar op het prikbord. Daar staan de prik in het bord. Prikbord. Zag je Stoker? Die laatste poging was zo slecht. Je zou bijna denken aan Confundus. Charmant Palagon. Hey Hermeline, heb jij ooit van de spreuk Sectum Sempra gehoord? Nee. Die komt toch niet uit het toverdrankenboek, hè? En er stond wat op de achterkant. Er staat dat het boek eigendom is van... Van de halfbroed prinses. Prins. Nooit van gehoord. Je moet dat boek inleveren. En hou ook nou. Het is waanzinnig. Ja. How about yes? Voor Ron. How about no? Voor haar. Ga naar Ginny bij de ingang van het zwerpbalveld. Oké. Waar is dat? Denk je dat Dana naar ziet? In Ginny. Weet ik veel. Ze heeft... een mooie huid. Een ja. Mooie huid. Klerenziel. Hermeline heeft een mooie huid. Hey, Harry. Hey, girl. Her. Ja, ik ook. Wil je wat snoep voor me meenemen van Saccharinus? Ik moet nog 2 opstellen schrijven en ik moet nog slingsap maken als huiswerk. Dus ik kan niet mee. Oh, Matt. Slingsap wel voor je. Nee. Kun je mee naar Zwijnsveld? Sinds wanneer weet jij zoveel van toverdranken? Ah, dat lukt wel. Een paar van Slakhorns leerlingen hebben een toverdrankclub in de kas van kruidenkunde. Oh, daar kan ik dus ik maken. Niet. Oké, bedankt. Dan zie ik je straks weer hier. Dank je. Dan zie ik jou straks ook weer hier. Want dit was de aflevering voor deze keer. Dat ik snode plannen heb. Nou, kijk eens. Oké, jongens. Snode plannen uitgevoerd. Ho, 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 ho. Dit was het voor deze keer.
Als je het leuk vond, doe je een duimpje omhoog. Als je het leuk vond, blablabla. En als je het leuk vond, doe je dan steeds. En ik zie jou volgende keer weer. Bye! Kom op, we kunnen het. Miauw. Dit is toch zo moeilijk? Oh, ja, maak hem af. Ho. Richt dan goed. Ik druk zeker een keer op de knoppen.